Van mij ben je weer inmiddels klaar? Ja. Hele goedemorgen en welkom weer in deze nieuwe vlog nummer 31. Huh? Oh ja, er komt nog geen morgen. En we zitten weer aan ons ontbijt en dit is weer mijn ontbijt vandaag. Yoghurt met havermout en bijvoorbeeld fruit. En de computer staat hier alweer volop te draaien. Want zoals jullie zien, de vlog van, even kijken, dit is vlog 29. Die heeft de hele nacht staan draaien. Maar hij is op 48%. Hij liep vast, dus hij moest weer overnieuw. Dus die heeft de laptop heeft vannacht hard lopen werken voor jullie. Om de vlogs op de online te zetten. Zeg ook goedemorgen. Goedemorgen. En Lucilla zit er ook alweer bij. En we gaan nu even lekker eten met z'n allen. En wat is de planning voor vandaag? Nou, gisteren hebben Daniel en ik best wel veel gewerkt. En Luan was gisteren naar schooltje. En dat soort dingen allemaal. Leuk. Kindermuziekje op de achtergrond. Sorry. En het is weer een beetje miserig buiten. En we hebben de kids de hele dag weer om ons heen, zoals je ziet. Heel leuk. Dus we gaan vandaag weer even naar het... Zwembad toe. Dus ga vandaag weer gezellig met ons mee. Plezier maken in het zwembad. Luan, wat heb je Lucilla gegeven? Nou, zo eet je zo alles op. Lucilla, wat heb je broer jou gegeven? Heb jij Lucilla een koekje gegeven? Ja. Ja? En nu? Zit ze helemaal onder? Ja. Kijk hem. Ja. Hé, hey, ze heeft nog nooit een koekje op. Oh, zit mama. Ze helemaal onder? Ja! Ja! Heb je Lucilla een koekje gegeven? Ja! Nou, we zijn eventjes naar... We gaan ik eventjes naar het winkelcentrum. Ik hoor een boor! Ja, dat is een boor wat je hoort. We gaan even naar het winkelcentrum, want ik moet nog wat dingetjes bij de Kruidvat halen. Zoals zwemluitjes en dat soort dingen. Luan gaat er voorop. Dus ik ga even snel met Luan boodschappen doen. En Lucilla die slaapt en Daniel die krijgt zometeen klanten. Dus, ja... Even snel een boodschapje doen. Lopen we? Weer geslaagd, gepakt en bedacht. We hadden alleen nergens geen bandjes meer. Even stil, Luan. We hadden nergens geen zwembandjes meer. Dus we moeten even de zwembandjes bij Open Oma halen, want die lagen daar. En ik dacht, oh, dan neem ik nog een paar mee. Maar die zijn dus overal uitverkocht, omdat de zomer bijna is afgelopen. Maar nu gaan we lekker terug naar huis. En dan ga ik even eten maken wat we meenemen voor vanavond voor in het zwembad. Nee, echt niet. Echt niet? Echt wel. Moet je in het zwembad. Ja, we gaan zo naar het zwembad toe. Nou, we zijn weer thuis en ik ga nou even wat maken voor vanavond, want we gaan naar het zwembad toe. En dan is het heel verleidelijk om daar een frietje te eten. Maar zoals jullie hebben gezien, we hebben gisteren bij opa en oma ook al een frietje op. Dus ik vind het een beetje too much om 2 dagen achter elkaar een frietje te gaan eten. Dus ik heb me voorgenomen eten te gaan maken voor vanavond, dat we daar gewoon lekker kunnen opeten. Dat je dus eigenlijk als het ware koud kan eten. En ik heb gewoon in mijn kasten gekeken. Ik heb niet een speciaal gerecht of zo, maar dit is wat ik op dit moment aan het maken ben. Dit zijn spekjes en ik heb hier tofu. Ja, dat zijn spekjes in de pan. Dat zijn geen snoepspekjes. Spekjes in de pan. En dat is tofu. En ik heb hier groenten liggen. En hier in de pan ga ik wat maken. Ik weet nog niet precies wat, dus jullie zien het zo. Ja, dat zijn spekjes. Dat zijn spekjes. En dat is tofu. Nou, ondertussen heb ik hier paprika en de tomaten toegevoegd. En het ziet er al lekker uit. Alleen nu nog een beetje kruiden erbij. En dan is het volgens mij al wel klaar. Thank you.
zoals je hebt gezien heb ik eigenlijk het avondeten voor vanavond al gemaakt. Dat heb ik laten afkoelen en dat nemen we gewoon lekker in de bak mee naar het zwembad. En dan eten we vanavond daarop, want we gaan van 's middags, het is nu bijna 12, het is 12 uur geweest. Dus ik denk dat we rond 1 uur of zo in het zwembad zijn. Tot vanavond 7:30, 8:00. Dus dan kunnen we daar lekker eten in plaats van een patatje. En we hadden gisteren nog soep over en van de soep. Een softijsje. En een soft, ja, ja oké, okay. Hij mag wel een softijsje. Dat mag dan wel. Maar geen patatjes. Dan doen we lekker eten wat mama net heeft gemaakt. Goed? Ja. Goed zo. Kijk, we hadden deze soep nog over van gisteren. Met lekker veel vermicelli. En ik heb nog van deze crackers. Die hadden we ook inderdaad nog over van de verjaardag. Die smeerseltjes. Dus dat eten we nu even. Nog een cracker. Ja, pak maar. En we gaan zo meteen lekker naar het zwembad. En ik drink lekker water met citroen. Met een rietje. Voor de tanden. Oké, okay, nu tijd om de rotzooi op te ruimen. Oh, wat fijn. Je vreet afwassen niet. Ja, zo gauw die hier kan koken is heel leuk, maar die potten, pannen en deksel. Ken jij dat nou ook? Ben je helemaal gepakt en bezakt klaar? Moet je vrouw het maatje luiertjes, nummer 4, toch ruilen voor nummer 5? Terwijl ik zei toen ik een coachingafspraak inging, schat, je moet luiers nummer 5. En was mama dat vreden. Nu staan we hier al 10 minuten te wachten voor de kruidvat, hè, Luan? Ja. We willen zo graag naar het zwembad. Papa vrij met werken. Willen we naar het zwembad? Is mama weer zo lang in de kruidvat bezig? Nee. Dus dank eens omhoog voor... Het leuertje nummer 5. Waar zijn de leuers? Ja, ze zijn er niet meer. Misschien eind van de week weer. Ziet het wat ik zei? Ja. Dat papa gewoon die boodschappen doen. Al 2 uur kwijt. Dat verkeerde maatjes leuers. Goed. Ja, het zwembad, hè? Veel zwemplezier. Doe een eierkoek. Zullen de blaasjes om. Gaan we lekker zwemmen, hè? Het is lekker rustig, hè? We zien dat de vakanties voorbij zijn. We hebben weer bijna het bad al bij ourselves. Gaan we lekker van de bananen glijbaan, Luan? Nee. Nou, echt wel. Niet? Dan neem ik Lucilla mee van de bananen glijbaan. Dan ga jij mee van de bananen glijbaan. Ja, toch? Nee. Lucilla wel, zegt ze met papa. Nee. Veel plezier. Wachten, wachten, wachten. Wij wachten op mama en Luan. Het duurt niet zo lang. Het zwembad. Ja, jawel. Oh, wat lekker. Is dat lekker, Lucilla? Lucilla. Lucilla. Lekker. Goed zo, Bosco. Nou, jullie vermaken je wel, hè? Veel plezier. Bijna de vlog af te sluiten. Ja, want we zijn nu net thuis van het zwembad. En Luan is in slaap gevallen in de auto. En dus die slaapt al. Die ligt al lekker in bed. Daniel en ik zijn alle spullen nog aan het uitpakken. En dan gaan wij ook zo naar bed, hè? Ja, dat was een gezellig dagje. Nou, we willen jullie bedanken voor het kijken. Duimpjes omhoog op de video als je het weer een leuke video vond. En we zien je graag weer morgen. Oh, en vergeet niet te abonneren natuurlijk op Snack Fit TV. En we zien je graag weer morgen in een nieuwe video. Doei doeg! Niet meer echt te doen om nog te werken thuis. Het is echt nog steeds heel vies weer buiten. Dus ik denk dat ik even lekker popcorn ga maken. Hey, gaan we lekker even een filmpje kijken op de bank. Want we hebben nog een leuke film gisteren uit de bieb meegenomen. Van de kerk. En dat is even kijken, deze. Oep, deze. En ik denk dat we dat nu even gaan doen. Het is nu 3 uur geweest. Dus ook weer bijna einde van de middag. Dus even lekker op de bank hangen en even een popcornetje poffen. Zelfgemaakte popcorn.